Hallo allemaal, welkom bij het jaaroverzicht 2019 van Miniworld Rotterdam. We willen jullie graag laten zien wat we dit jaar allemaal in onze miniatuurwereld hebben gebouwd. Ten eerste gaan we kijken naar Groot-Brittannië in miniatuur. In het eerste halfjaar van 2019 hebben we hiervoor heel veel projecten afgerond. De belangrijkste hiervan zetten we nu even op een rijtje. Als eerste het prachtige Conwy Castle dat oorspronkelijk in Wales staat. Dit kasteel hebben we helemaal met de hand gebouwd. Ook in onze miniatuurwereld heeft het Conwy Castle een prachtige locatie gekregen naast de spoorlijn, net als in het groot. Dan nog zo'n groot project, de kasteelruïne van het Corfe Castle. Deze maquette krijgt een prominente plek in onze miniatuurwereld en moet daarom met veel gevoel voor detail worden nagebouwd. De bouwtechniek die we daarvoor gebruiken is ook heel bijzonder. De basis bestaat uit een houten frame. En dan doen we iets vreemds. We plakken hier overheen een blauwe, flexibele plaat. Deze platen zijn eigenlijk bedoeld als ondervloer voor een parketvloer. Maar als je er een steenpatroon in lasert, kan je deze perfect gebruiken voor mooie ronde vormen van bijvoorbeeld de ronde torens van een kasteel. Vervolgens verven we het hele kasteel met diverse kleuren zodat het er net echt uitziet. En natuurlijk is verouderen hierbij ook heel belangrijk. Verouderen wil zeggen dat we een gebouw er laten uitzien alsof het al honderden jaren bestaat. Een gebouw dat zo oud is moet bijvoorbeeld er vuil uitzien. Er moet mos op zitten en daar, waar nodig, moet er een beetje roest op. Na het toepassen van deze technieken begint het gebouw pas echt te leven. En natuurlijk mag Stonehenge in een Engels landschap niet ontbreken. Dit prachtige prehistorische monument gemaakt van enorme stenen hebben wij natuurlijk weer net even op een andere manier gebouwd. Wij hebben namelijk het oorspronkelijke Stonehenge gebouwd zoals het eruit zag toen het net gebouwd was. En dat was ruim 4000 jaar geleden alweer. En wat vliegt daar nou eigenlijk boven Stonehenge? Wij weten het namelijk zeker, Stonehenge moet bijna wel gebouwd zijn door buitenaardse wezens. En we weten allemaal dat die zich verplaatsen in grote vliegende schotels. Dus het leek ons logisch om met een drukknop ervoor te zorgen dat jullie een UFO kunnen laten landen boven Stonehenge. En dat was nog een heel project. Als eerste tekenen we de UFO in drie dimensies. Daarna printen we deze met onze 3D-printer. Daarna worden alle 3D-geprinte componenten geassembleerd tot de basisvorm van de UFO. En vervolgens wordt deze helemaal geverfd en verouderd in ons modelbouwatelier. Dan wordt de elektronica ingebouwd. Tientallen kleine ledjes worden aangesloten met hele dunne draadjes. En natuurlijk moet het geheel uitgebreid getest worden. Onze technische mensen moesten alleen wel soms met gevaar voor eigen leven balanceren boven de miniatuurwereld. Maar gelukkig zijn er geen gewonden gevallen, het is allemaal goed gekomen. En dan komen we bij ons kustdorp in het Engelse deel. Een typisch Engels kustdorpje met een grote pier en een zogenaamde cliff railway. Deze cliff railway was een verhaal apart. We wilden deze namelijk bestuurbaar maken met een drukknop. Dat wil zeggen dat de wagens op en neer moesten kunnen bewegen. Ook hiervoor hebben we diverse tests gedaan voordat het uiteindelijke systeem goed werkte. Deze elektronische component zie je bijna nooit, maar is ontzettend belangrijk om onze miniatuur weer het levendig te maken. Een heel team van specialisten werkt hieraan in ons modelatelier. Het is een complex werk om al deze scènes interactief te maken, bewegend te maken en te voorzien van een besturingstechniek die het niet alleen doet, maar het de hele dag door doet, elke week, elke dag, elk uur dat we open zijn voor jullie als publiek. Dit wil zeggen eindeloos testen, nog een keer testen en nog een keer testen voordat alles werkt. Een belangrijk onderdeel van het bouwen van ons kustdorp is een typisch Engelse pier. Onze pier is een combinatie van de Saltburn Pier en de Cromer Pier. Twee werkelijk bestaande pieren
die wij hebben samengevoegd tot één unieke pier voor ons bouwdeel. Dit halfjaar zijn we ook in het bijzonder bezig geweest met ons Victoriaanse kavel. Dit kavel heeft als belangrijkste thema de industriële revolutie in Engeland. In dit kavel staat een dorpje centraal wat we hebben gebaseerd op de beelden van de Netflix-serie Peaky Blinders. Dit wil zeggen grauwe woonwijken omgeven door oude industrie. En ook hier hebben we diverse werkelijk bestaande gebouwen en objecten nagebouwd, waaronder Iron Bridge. Iron Bridge is de eerste gietijzeren brug ter wereld. Dat wil zeggen, eerst werden bruggen van steen gebouwd en met de opkomst van metaalfabrieken in de industriële revolutie werd het dus ook mogelijk om bruggen te gaan fabriceren van gietijzer. Ook bijzonder is het Lexi Wheel. Het Lexi Wheel staat op de Isle of Man. Het is een heel bijzonder bouwwerk, het is namelijk een pomp. Een met water aangedreven pomp om mijnen leeg te pompen als ze vol liepen met water. Een heel bijzonder gebouw, uniek voor die tijd. Naast deze grote projecten hebben we ook diverse kleinere locaties die werkelijk bestaan in Engeland. Bijna te veel om op te noemen, maar we doen toch een poging. Denk bijvoorbeeld aan Bovey Tracy. In dit plaatsje stonden grote ovens waar aardewerk in grote hoeveelheden werd geproduceerd. De bijzondere flesvorm van deze ovens is zeer herkenbaar en mocht natuurlijk niet ontbreken in onze weergave van de industriële revolutie. Ook heeft Engeland verschillende bijzondere molens, waaronder de Chesterton Windmill, een hele bijzondere grote stenen molen met een enorm wiekenkruis. In het landschap zie je een bijzonder prehistorisch paard uitgekerfd op de zijkant van een berg. Dit is het Uffington Horse, uiteraard gelegen vlakbij het plaatsje Uffington in Midden-Engeland. Daarnaast staat Engeland natuurlijk bekend om zijn watermolens. Denk bijvoorbeeld aan Little Isabella, een schattig klein watermolentje. Of Daniel's Mill, een wat grotere watermolen die gebouwd is in het industriële tijdperk. Dan nog een laatste project in ons kustdorp, het bouwen van een brug. Deze brug is gebouwd van hout, polystyreen, elektriciteitsbuizen en gips. Deze brug is een mooi voorbeeld van hoe je met minimale middelen een fantastisch eindresultaat kan krijgen. En natuurlijk is er dan nog de landschapsbouw. Landschapsbouw wil zeggen het bouwen van de bergen, het groenen van het landschap, het plaatsen van bomen en het uitkerven van stenen muurtjes. Iets wat ontzettend veel werk is en heel veel geduld nodig heeft. Het eerste halfjaar van 2019 stond dus met name in het teken van de bouw van het Engelse bouwdeel van ons nieuwe bouwdeel Groot-Brittannië. Hiervoor zijn natuurlijk ook de diverse treinen nodig. Uiteraard Engelse treinen. De Engelse treinen komen van een ander merk dan we normaal gebruiken in onze miniatuurwereld, dus dat was voor ons ook even wennen. We moesten natuurlijk decoders inbouwen in de treinen en ze uitgebreid laten testrijden. Als eerste deden we dat op onze testbanen in het modelatelier waar onze elektronische onderhoudsafdeling zit. En als tweede gingen ze natuurlijk proefrijden in de miniatuurwereld zelf. Uiteindelijk is het ons gelukt om voor de zomervakantie 3 treinen rijden te hebben in het Engelse gedeelte. En natuurlijk kunnen treinen niet rijden zonder dat ook de besturingstechniek van de treinen gereed is. Achter, onder en boven de miniatuurwereld is er dus een team bezig om al die verborgen zaken in elkaar te zetten, te testen en aan te sluiten. De besturingstechniek van Groot-Brittannië in miniatuur bestaat uit honderden printplaten, als je ze allemaal bij elkaar optelt. Dat zijn dus de printplaten voor treinen, auto's en verlichting. Zo, die zitten. Inmiddels zitten er ook tientallen kilometers bekabeling aangesloten onder de miniatuurwereld. Je ziet het niet, maar het is er wel. En dat is soms een beetje de frustratie van onze elektrotechnische medewerkers. De landschappen zien mensen, de maquettes zien mensen en mensen zijn daar heel enthousiast over, maar hun werk zie je eigenlijk bijna nooit. Tenminste, je ziet verlichting, je ziet bewegende delen, je ziet rijdende treinen, rijdende auto's.
En dat is iets wat je natuurlijk als vanzelfsprekend zou beschouwen, maar dat is het eigenlijk niet. Het kost ontzettend veel werk om al die printplaten en bekabelingen aan te sluiten en te testen. En als er maar één draadje niet goed zit, dan werkt het niet. Maar in juni was het dan echt zover. Eind juni waren we in staat om voor de zomervakantie het Engelse deel open te stellen met in ieder geval een aantal rijdende treinen erin, een aantal werkende scènes en het overgrote deel van het landschap en de maquettes gereed. Dit wil niet zeggen dat ons hele Groot-Brittannië deel al gereed is. We hebben nog heel veel werk te doen aan het Schotse deel. De frames hiervan zijn al gebouwd, de rails is al gelegd, de wegen zijn grotendeels gereed. Het hele landschap moet alleen nog helemaal afgebouwd worden en natuurlijk alle maquettes die hierin komen te staan. We zijn dus nog zeker niet klaar met het gehele bouwdeel Groot-Brittannië, maar we zijn in ieder geval nu op de helft. Naast het bouwen van het Engelse bouwdeel hadden we natuurlijk ook nog andere projecten bij Miniworld. Zo mochten we ook een nieuw bedrijf verwelkomen in onze miniatuurwereld, namelijk het wereldberoemde Coolblue. Coolblue heeft een aantal bezorgwagens, bezorgfietsen en bakwagens geplaatst in onze miniatuurwereld met hun typische blauwe huisteller op. En het was erg leuk om te zien hoe onze bezoekers reageerden op de komst van Coolblue in onze miniatuurwereld. Iedereen herkende de bijzondere bezorgvoertuigen van Coolblue. Je kan ze ook bijna niet missen. En wat veel mensen niet weten is dat Miniworld ook regelmatig projecten bouwt voor externe partijen. Dit wil zeggen projecten die niet bestemd zijn voor onze miniatuurwereld, maar voor externe opdrachtgevers. Denk aan architecten, projectontwikkelaars, evenementen en musea. Zo deden we dit jaar een update van de maquette van Ahoy. Evenementenlocatie Ahoy is namelijk dit jaar wederom aan het uitbreiden. Op locatie van Ahoy staat de maquette waar het complete complex op is weergegeven. Als deze wordt uitgebreid in het groot, moet die natuurlijk ook in het klein worden uitgebreid. En dit jaar bouwden we ook een bijzondere maquette voor het testen van de zoomfunctie van de camera's van nieuwe mobiele telefoons. Onze uitdaging was om binnen amper 2 weken een maquette te bouwen van 1 bij 1 meter. Deze zou worden geplaatst op diverse evenementen waarin gebruikers van mobiele telefoons de zoomfunctie konden uittesten. Het aanbrengen van voldoende details in deze maquette was dus van groot belang. Onze maquette viel zo goed in de smaak dat hij niet op 1 beurs, maar zelfs op 3 beurzen te zien is geweest. We kunnen daarmee spreken van een succesvol project en een blije externe opdrachtgever. En als laatste hebben we een heel bijzonder project, namelijk het bouwen van een scheepsmodel van het allernieuwste schip van Koninklijke Speedo. Speedo is natuurlijk het rondvaartbedrijf wat al 100 jaar bestaat in Rotterdam en daarom ook het predicaat koninklijk heeft gekregen in 2019. In samenwerking met Speedo hebben we ervoor gezorgd dat dit splinternieuwe schip nou ook te bewonderen zal zijn in ons Rotterdam in miniatuur. En niet alleen het schip, we bouwden ook het kantoor van Speedo wat is vastgebouwd aan de Erasmusbrug voor het Willemsplein. Het was voor ons een ontzettend bijzonder project. Ten eerste is een scheepsmodel iets wat we niet dagelijks bouwen, maar uiteraard kunnen we dat wel. Dat wil niet zeggen dat een scheepsmodel per se makkelijk is. Het is met al zijn ronde vormen juist een hele moeilijke vorm van modelbouw. En daarnaast moesten we het schip in het geheim bouwen. De naam was nog niet bekend en de vorm was nog niet bekend. En Speedo wilde niet dat deze informatie vroegtijdig bekend zou worden. Dus in alle stilte bouwden we alleen aan dit schip op dagen dat we niet geopend waren voor het publiek. Zodoende wisten we zeker dat het geheim niet zou uitlekken, maar daarom duurde het bouwen van het schip ook tenminste 6 maanden. Op 9 oktober werd dit bijzondere miniatuurschip gedoopt door de kleindochter van Speedo-directeur Leo Blok. En hiermee sluiten we het jaaroverzicht 2019 van Miniworld Rotterdam af. Mocht je nou meer willen weten over al de projecten die we in dit jaaroverzicht hebben behandeld, kijk dan bij onze maandelijkse bouwverslagen op onze website. Maandelijks publiceren we hier de meest recente bouwprojecten in onze miniatuurwereld. Het mogen duidelijk zijn, Miniworld is altijd in beweging. Zien we jullie snel weer? Tot ziens in 2020!